stamt de gemeente Twee Stromerland, waaronder de dorpen Zwarte Waal, Heenvliet, Geervliet en Alphenbroek vallen, organiseert om de paar jaar een musical. Afgelopen weekend speelden de leden van de verschillende kerken de musical Maria in de kerk van Geervliet. De voorstelling gaat erover met dat je eigenlijk in een gewoon dorpje bent, in de taverne van Geta. En daar komt een theaterploeg op bezoek en die gaan samen met de dorpelingen gaan ze een productie maken. Of die gaan een soort improviserend theater doen. En daar kiezen ze uiteindelijk met z'n allen dan voor Maria. Het theater komt. Hoekt dat nog? Hou ramen en deuren gesloten. Het theater. 15 jaar geleden waren ze hier ook. Nou kan ik me nog goed herinneren. Horloge gestolen, mijn ketting, de verzekering is... Kortom, een geheugen om ongelukkig van te worden. Kom op, Olga. Het theater komt. Nou, ik ben eigenlijk een hele gewone bewoonster uit een dorp. Alleen ik wil altijd overal het naadje van de kous van weten. En ik ben ook niet zo heel erg takvol. Dus eigenlijk lopen mensen altijd met een grote boog om mij heen. Jongens en meisjes, de komende avonden spelen wij... speciaal voor jullie in dit prachtige theater, Maria! Kijk haar staan, kijk haar gaan, dat is nou Maria. Je weet dat in het wel, je weet wel, voor een fase van haar stem. Maria, wie had dat gedacht? Ik speel Famke in het stuk. Dat is een meisje van 17 die eigenlijk zwanger is van een niet zo heel erg slimme jongen. Ja, en dat loopt eigenlijk ook niet zo lekker tussen die twee. En dan komt de theatergroep in het dorp en die komen allemaal verhalen spelen. En dan word ik eigenlijk een beetje verliefd op Bram. Sluit je aan bij onze theatergroep. Ga met ons mee. Mijn hele leven onderweg? Met mijn kind straks? Nee, hoe heet je eigenlijk? Ik ben Bram. De jongste vorige keer konden we zeggen dat hij geloof ik 5 was, maar tegenwoordig zijn ze allemaal wat ouder. Dus de jongste die is nu 10 en de oudste zitten ergens in de 80. Maar het is een hele gevarieerde groep. Ik werk op een middelbare school in de mediatheek. Dat is heel wat anders dan nu lekker op het toneel staan. Ja, maar goed. Op een middelbare school mag je soms ook wel eens een kleine rol spelen. Want ze zitten overal. Op het grote plein. In de taverne, Breta. In de donkere steegjes. En zelfs bij Famke in bed. Ze hollen je uit. Ja, en ik ga je niet langer in spanning houden, want volgens mij moet je alweer naar binnen. Je moet gaan beginnen. Ja, spannend hè? Ga ik nog heel even in trance.